Dit is het mooiste moment, hè? Dat je dus je zwarte band omkrijgt. Misschien gaat hij er vanavond wel mee in de bed, dat hij lekker slaapt ook. Hè? Moet hij er eerst een drankje verkopen? Nou, hier staat hij dan, Ricardo Veldhoven, vanmiddag op voor de zwarte band. Hoe spannend wordt dat? Nou, heel spannend en ja, ik ga het gewoon mijn best doen. Meer kan ik niet doen. En, ja. Hoe gaan die lessen bij Patrick? Ja, we moeten hard trainen en ook al is het af en toe zwaar, maar we moeten gewoon door. Leg mij even uit, hoe werkt het? Je begint met judo, wat voor band haal je dan? Dan begin je met geel. En dan komt oranje. En dan komt groen. Dan krijg je bruin. Dan krijg je zwart. Hoeveel jaar heb je erover gedaan? 4-6 jaar denk ik. Ja. Ongeveer. Zo lang denk ik. Ongeveer. Wat was voor jou toen de tijd de reden eigenlijk om te gaan judoën? Ja, ik werd heel veel gepest. Omdat ik een verstandelijke beperking heb. Ik begrijp sommige mensen niet in 1 keer. En dan, ja... Sommigen die kenden dat niet handelen. Maar goed, er kwam een pestgedrag. Waaruit bestond dat dan? Ja, omdat ik het niet in 1 keer gelijk begreep. Of ze vonden me dik. Maar toen dacht jij van, daar zijn we klaar mee. We gaan op judo. Ja. En nu is het andersom. Want als jij op straat loopt, dan denken die jongetjes en meisjes, laat die maar met rust. Ja, sowieso. En soms zie ik ze af en toe. En dan gaan ze zwaaien. En dan weten ze van, nou... Nou niet meer. Nee. Zou je het ook leuk vinden om kinderen die gepest worden, om die les te geven? Ja, zeker. En jij weet wat het is? Ja, dus dat zou ik wel graag willen doen. Wat zou de eerste mededeling zijn die je tegen die jongens en meisjes zou willen zeggen wanneer ze beginnen? Als ze dan beginnen, dan zou ik wel zeggen van, nou, laat ze kletsen, want ze zijn gewoon jaloers op je. Ik kreeg een uitnodiging van Patrick Lagerwaard. Want er is iets bijzonders vanmiddag, Patrick. Wat gaat er gebeuren? Ja, we krijgen eigenlijk, dat is zeldzaam, dat is eigenlijk nog nooit gebeurd hier in de sportschool, een DAN-examen, een examen voor zwarte band. En per hoge uitzondering doen ze dat in de club. En dat komt omdat deze jongen die examen gaat doen, die heeft een beperking, een geestelijke beperking, die loopt wat achter. En om hem dan gerust te stellen, mag hij dat in zijn vertrouwde omgeving doen. Ik mag hem ook zelf ondervragen. Want, wat ga je bijvoorbeeld allemaal vragen? Ja, in principe gaat hij gewoon conform de judobondregels een DAN-examen afnemen. Het enige is dat hij het in zijn vertrouwde omgeving mag doen. Dat ik hem mag ondervragen en ik kan hem hier en daar wat sturen als hij bijvoorbeeld op het Japans woordje een beetje dicht slaat of wat dan ook. Hoe bijzonder is het wanneer iemand voor zwart gaat? Het is sowieso heel bijzonder. Dat is natuurlijk de band waar we allemaal naar dromen en heel veel mensen eigenlijk voortijdig net niet redden. En deze jongen gaat dat wel doen. Dus het is, Je zegt voortijdig net niet redden. Wat zijn dan de oorzaken? Ja, meestal begin je met judo op een jaar of 6, 7 en je mag pas zwart worden als je 15, 16 bent. Ja, dan worden ze puber, dan gaan ze op stap, dan gaan ze de hort op. Even om te voorkomen dat mensen denken van, nou, jij mats hem even en hij haalt die band. Er komt een officieel gedeelte. Nou, ik zal het je mooier vertellen. Er zit eigenlijk gewoon een grootmeester met een 8e dan. En nog 2 5e dan is. Gelukkig eentje waar ook weer een bekend gezicht is, was mijn eigen vader. En ja, die gaan hem dat examen overhoren. Nou, zoals gezegd, het gaat niet zomaar gebeuren. Richard de Bijl, in welke hoedanigheid bent u hier? Ik mag hier zijn als voorzitter van de gradencommissie van het district Zuid-Holland. En dat betekent dat ik dus gemachtigd ben om dus de bevordering waar de judoka vandaag voor komt, mag verlenen. Waarop wordt gelet in het bijzonder? Er wordt natuurlijk op de etiketten van de judosport gelet. Maar in het bijzonder natuurlijk de technieken. Het uitvoeren van technieken. Dat is eigenlijk waar het om gaat in de judosport. Hoe gaat het trouwens met de judosport in Nederland? Nou, dat is een heel kwalijk dingetje. Want we kunnen natuurlijk zien aan het ledenaantal of het goed of niet gaat. Hè, als je lid bent van de Judobond Nederland. En we zitten nu een beetje onder de 30.000 leden. Terwijl dat 20 jaar geleden nog zo'n 70.000 leden waren. Hoe komt dat? Ik denk dat daar toch een stukje bestuurlijk zit.
maar tegelijkertijd ook wel bij de Nederlandse judoleraren. Want wat je ziet is bijvoorbeeld dat in de judosport is randori, dat zijn oefenwedstrijdjes. Dat wordt steeds minder eigenlijk op clubs eigenlijk gedaan. En daardoor ontstaat er natuurlijk een tekort aan wedstrijdjudoka's dadelijk. Ten slotte, u bent zelf ook in het bezit van een aardige graad. Ja, ik mag in 2015 de achtste dan judo ontvangen van de Internationale Judo Federatie. Ook aanwezig Wim Lindemans. Wim, in welke hoedanigheid ben jij hier vanmiddag? Ik ben namens het districtbestuur Zuid-Holland. Ik ben portefeuillehouder de breedtesport. Nou, en dat is mijn taak natuurlijk om overal te zijn waar de belangrijke dingen zijn in belang van de judo. Hoe bijzonder wordt dit examen vanmiddag? Heel bijzonder, omdat eigenlijk voor de A-judo, zeg maar, judo met een beperking, zeg maar, weinig wordt gedaan. Te weinig wordt gedaan, zeg maar, zichtbaar. Is dat een kwestie van dat moet bevorderd worden of zeg je van ja, zo is het nou eenmaal? Nou, dat laatste dus niet. Het zou dus bevorderd moeten worden. Wat weerhoudt ouders ervan om kinderen met een beperking te laten judoën? Vaak zijn de kinderen dus meer bereid om iets te gaan doen dan dat de ouders eigenlijk zijn. Want die beschamen zich een beetje ergens. En dat is heel raar natuurlijk. Want je hebt natuurlijk een kind wat je heel graag wil hebben. En die gun je alles. En dan zou het ook zo moeten zijn dat je zegt van nou hier ben ik met mijn kind. Ik heb zelf ook diverse judoka's in de school zitten met een beperking. U gaat vanmiddag jureren met de vader van Patrick, Peter Lagerwaard. Ook een bekende, toch? Ja, we kennen Peter al een jaartje, meer dan 40 jaar dus. Wat is zijn kwaliteit als judoka? Nou ja, geweldig. Een geweldige vent om op de mat en ook als collega. En ook als mens, zeg maar, is het prima om met dat soort mensen om te gaan. Hebben nog heel groot verstand van hoe judo was in de oude tijd. En nu zie je dus, en dat is ook de reden waarom volgens het ledenaantal naar beneden is gegaan. Waarin de Judobond Nederland, zeg maar, toch wel hier en daar wat tekortkomingen heeft. En dat zou in belang van allen, zeg maar, een beetje verbeterd moeten worden. Een beetje erg.